Welkom bij mijn spelzone. Leuk dat jullie weer kijken en dit keer met jullie een blik werpen op Lama Kadabra, uitgegeven door 99 Games. Het is een spel voor 2 tot 6 spelers waar je in 20 minuutjes mee bezig bent en een variant op het klassieke Lama, leg alle minpunten af met een aantal twists die het spel net weer even een andere wending geven en nieuwe mogelijkheden bieden. Het doel is nog steeds hetzelfde, je probeert zo min mogelijk strafpunten te verzamelen en zodra een speler 40 of meer strafpunten aan het einde van een ronde heeft, is het spel voorbij en degene met de minste wordt de winnaar. Dus laten we maar eens een blik werpen op wat er allemaal in de box zit. Deze variant is van de hand van Rainer Knizia en wij krijgen de spelregels in het Nederlands. Prima opgezet, duidelijk met de nieuwe effecten en kaarten die we tegenkomen en de goochelvoorstelling. Verder krijgen we weer de fiches met de strafpunten 1 en 10 in wit en zwart. De kaarten waar we mee gaan spelen en we krijgen de goochelshow kaart 2 keer, in principe maar eentje nodig. Dat is wat we krijgen. Laten we snel maar eens een spelletje gaan opzetten. En zo ziet het spel aan het begin uit. Elke speler krijgt een starthand van 6 kaarten. 3 strafpuntfiches om mee te beginnen. De rest leggen we in het midden van de tafel. We leggen een trekstapel neer en de bovenste kaart gaat open. En dat is de startstapel. En we leggen natuurlijk de goochelshowkaart binnen handbereik, zodat iedereen erbij kan. En daarbij hebben we ook het blauwe fiche nodig. Het doel van het spel is hetzelfde als in gewoon Lama. Je probeert degene te zijn met de minste strafpunten aan het einde van het spel. En het spel is voorbij zodra een speler 40 of meer strafpunten heeft aan het einde van een ronde. Maar zo zit het hem op. Laten we maar eens wat minpunten gaan afleggen. Bij zijn willekeurige startspeler aan, dan met de klok mee zijn de spelers aan de beurt. Als een speler aan de beurt is, mag hij 1 actie uitvoeren waar hij keuze heeft uit 3 mogelijkheden. Je kunt een kaart spelen, je kunt een nieuwe kaart pakken of je kunt passen. Als je een kaart wil spelen, dan moet de kaart dezelfde waarde hebben als de bovenste kaart van de aflegstapel of exact 1 hoger. Dus in dit voorbeeld zou ik op de 4 nog een 4 kunnen spelen of een 5. En op de 5 kun je nog een 5 spelen of een 6. En de 6 is de hoogste waarde in het spel. En daarbovenop wordt een lama gespeeld. En op een lama mag je een nieuwe lama spelen of een 1. En zo is de cirkel weer rond en dan gaan we weer naar boven. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lama, 1, 2, 3, etc. Maar als je aan de beurt bent, mag je dus een kaart spelen als de waarde gelijk is of exact 1 hoger dan de kaart die bovenop de aflegstapel ligt. Optie 2 is, je kan of wil geen kaart spelen, dan pak je de bovenste kaart van de trekstapel en die voeg je toe aan je hand. En optie 3 is het passen. Een ronde gaat door totdat ofwel een speler erin slaagt zijn of haar hand volledig leeg te spelen, dan is de ronde onmiddellijk voorbij, of als iedereen gepast heeft. En voor de kaarten die je dan nog op handen hebt, krijg je strafpunten. Maar daar gaan we straks naar kijken. Maar het kan zijn dat je een hand hebt op een gegeven moment waarvan je zegt van joh, ik kan op dit moment geen kaarten afleggen. Ik wil eigenlijk ook geen nieuwe kaart pakken. Dan kun je ervoor kiezen om te passen. En op dat moment mag je ook niet meer het doelwit worden van pestkaarten. Maar dat zijn de 3 opties. Dan zijn er 3 bijzondere kaarten, of eigenlijk 3 bijzondere symbolen die we kunnen zien. Het stipje. Als je een kaart speelt, en dan moeten jullie even vergeven dat ik nu een kaart speel die niet officieel zou mogen. Maar als je een kaart speelt met de witte stip erop, dan kies je 1 van je laagste strafpuntenfiches, waarbij de zwarte 10 strafpunten zijn en de witte 1. En die geef je aan een andere speler. Dat is een mooie manier om strafpunten weg te werken. Als je een kaart speelt met een witte kaart erop afgebeeld, krijgt de volgende speler automatisch een extra kaart en daarna gaat die speler zijn of haar beurt doen. Maar in dit geval is het gewoon de volgende speler in beurtvolgorde, die krijgt de extra kaart. En speel je een kaart met de blauwe ster, dan pak je het blauwe fiche. Of die nou in het midden van de tafel ligt of bij een andere speler, maakt niet uit, je pakt hem gewoon. Dit is ook weer een fiche wat je weg kan werken als je geen andere fiches hebt.
en je zou een kaart spelen waarbij je een fiche gaat weggeven, dan ga je dit fiche ook weggeven of afleggen. Maar dit fiche geeft jou een vierde actiemogelijkheid. Als je aan de beurt bent, normaal gesproken kaart spelen, kaart pakken of passen. Maar heb je het fiche, dan kun je zeggen ik lever het fiche in om een beurt over te slaan. En dat betekent dat je die beurt even niks doet. Misschien omdat je geen kaart hebt die je eventueel weg zou kunnen spelen, maar ook gewoon nog niet zou willen passen. Dus dat zijn de drie symbolen die je gaat zien. Het stipje om je laagste fiche weg te geven aan een andere speler. De kaart, de volgende speler in beurtvolgorde krijgt een extra kaart en speelt daar gewoon zijn beurt. En het sterretje om de blauwe fiche te pakken. Daarnaast hebben we natuurlijk nog de goochelshow. Elke keer dat een speler een lama speelt, gaat hij een van zijn laagste fiches op de goochelshow plaatsen. En zodra er op de goochelshow 5 of meer fiches liggen, wordt het spel even anders. De speler die dan aan de beurt is, heeft een keuze uit 2 opties. Of hij of zij speelt opnieuw een lama, legt opnieuw zijn of haar laagste fiche op de goochelshow en de beurt gaat naar de volgende. Ben je aan de beurt tijdens de goochelshow en kun je of wil je de lama niet spelen, dan krijg je alle strafpunten, alle minpunten die op de goochelshow liggen en is de goochelshow voorbij. Daarna gaat de speler die de goochelshow heeft beëindigd, oftewel degene die alle fiches heeft gepakt, een reguliere beurt spelen. In dit geval speel je een 1 of een lama om weer verder te gaan. En in dit geval zou ik weer 1 fiche aan iemand anders mogen geven. Dus daarmee kun je ook opeens weer een hoop strafpunten krijgen. Maar zodra een speler erin slaagt om zijn of haar hand helemaal weg te spelen, is een beurt voorbij of als iedereen gepast heeft. Als een beurt voorbij is, gaan alle spelers die nog kaarten op handen hebben, als het dus gebeurd is door iemand die zijn hand heeft leeggespeeld, alle andere spelers gaan kijken welke kaarten zij op handen hebben en daar krijgen ze strafpunten voor. Het voordeel in dit spel is dat je dezelfde waarde niet meerdere keren hoeft te tellen. Dus in mijn voorbeeld heb ik 2 strafpunten vanuit deze. 1, 2. 6 strafpunten vanuit die. Nou, dan leggen we een tientje neer en geven we 4 wisselgeld terug. Ik hoef dat geen 2 keer te doen, want 2 zessen tel je gewoon als 1 zes. En datzelfde geldt in mijn voorbeeld voor de 5. Dus ik krijg hier nog een keer 5 strafpunten voor. Mocht je aan het einde van een ronde nog een lama hebben, elke lama levert je 10 strafpunten op. En als je 10 witte fiches hebt, dan wissel je die om in een zwarte, want die kun je soms net wat sneller wegwerken. De speler die erin geslaagd is zijn of haar hand leeg te spelen, mag 1 van de fiches kiezen die hij heeft liggen en terugsturen. Normaal gesproken is het altijd je laagste. Maar als je je hand leeg weet te spelen, is de bonus dat je een fiche mag kiezen. En dat mag je teruggooien, dus dat kan ook in 1 keer een tientje zijn. En als alle mensen gepast hebben, dan is die bonus voor niemand en krijgt hij natuurlijk gewoon strafpunten. Daarna worden alle kaarten weer opnieuw verzameld en geschud. En gaan we weer een nieuwe ronde delen. Dan is er nog 1 bijzondere kaart die ik jullie wil laten zien. Dat zijn de dubbelkaarten. Het principe is eigenlijk heel simpel. Deze kaart kun je spelen als een 2 of een 3. Oftewel, deze kan gespeeld worden op een 2, op een 1 en op een 3. Want ja, daar matcht die mee of is die precies 1 hoger. Als dit de bovenste kaart is van de trekstapel, ook dan mag een speler daar een 2 op spelen, een 3 of een 4. Ongeacht wat eronder ligt, je mag gewoon zelf kiezen van oké, wat is voor mij gunstig. Dus deze kaart geeft je best wel veel mogelijkheden om weer door te gaan. En die zitten er in verschillende varianten in. Maar op die manier spelen we door tot er een speler is die aan het einde van de ronde 40 of meer strafpunten heeft. Dan is het spel voorbij. Gaan we kijken wie de minste strafpunten heeft. En die is de winnaar van Lama Kadabra. En zo wordt het spel gespeeld. Het spelletje Lama vind ik nog steeds heel erg leuk. Dus ik was ook een beetje huiverig toen ik Lama Kadabra onder ogen kreeg. Van joh, is dat een slap aftreksel van een vermakelijk spelletje? Of voegt het daadwerkelijk iets toe waardoor het niveau van Lama evenaart of overtreft? En voor mij is dit het nieuwe Lama.
Want ik hou van de extra laag van interactie die uit dit spel naar voren komt. Doordat je dus fiches gaat wegspelen naar andere spelers. Spelers kaarten laat pakken. Je het blauwe fiche kan pakken om een beurt over te slaan of van elkaar wegroven. En tussendoor, als er lama's gespeeld worden, verschijnen hier langzaam fiches op en op een gegeven moment komt er zo'n goochelshow. En dat betekent dat je soms ook weer iemand een bak punten in de mik kan splitsen. Zonder dat het afbreuk doet aan het klassieke lama. Waarbij je dus probeert om aan de ene kant je kaarten zo snel mogelijk weg te spelen. Maar aan de andere kant ook aan het kijken bent van oké, is het misschien nu een goed moment om tactisch te passen. En dan neem ik maar een paar strafpunten in plaats van dat ik potentieel weer een hoge kaart pak die ik niet weg kan werken en een heleboel strafpunten moet nemen. En dat mechanisme, wat ik in Lama ook erg leuk vind, is in dit spel ongewijzigd. Maar wat ze eraan toe hebben gevoegd, geeft me nog meer mogelijkheden om te clearen en keuzes te maken. Net als in het klassieke Lama vind ik leuk hoe het spel met twee spelers veel tactischer wordt en je andere mogelijkheden biedt en een interessante laag geeft om misschien toch nog wat langer door te gaan met kaarten te pakken voordat je past of voordat je speelt, met het risico dat de ander leeg komt. Want wat ik me niet gezegd heb, want als je de laatste speler bent waarbij alle anderen gepast zijn, dan mag je net zo lang doorgaan met kaarten uit je hand afleggen tot je niet meer kan. Je mag geen kaarten meer pakken. Maar dat kan betekenen dat je in één keer je hele hand leeg kan spelen. En daarom is het soms interessant om kaarten te verzamelen in een eerder stadium. Waarbij als je dit met 4, 5 of 6 mensen speelt, de willekeur groter wordt. En het tactisch moment om te passen ook weer interessanter op een andere manier. Daarnaast blijft het een snel en vermakelijk spelletje waarbij je elkaar als vervelende punten toe probeert te schuiven. Je hand zo snel mogelijk leeg probeert te krijgen. En hier nog wat extra mogelijkheden hebt om elkaar lastig te vallen. En dat maakt Lama Kadabra wat mij betreft de nieuwe go-to Lama voor mij om op tafel te leggen. Ik vind het nog steeds een uitstekend partyspelletje wat gewoon heel erg lekker wegspeelt. Wat een interessante laag heeft waar je meer mee kan dan je misschien in eerste instantie denkt. Er zit meer tact in, zeker met lagere spelersaantallen, dan je misschien op het eerste oog vermoedt. En tegelijkertijd is het ook een partyspel en soms heb je gewoon meer geluk dan andere keren. En daar speelt het snel en soepel genoeg voor om de revanche factor hoog te maken en te zeggen, de volgende keer ga ik je wel verslaan. En dat is ook de reden dat deze Lama Kadabra voor mij, net als het gewone Lama, een 9 krijgt. Not spelling's older.